Ik hou ervan. Ik bedoel, hoe gekker, hoe beter. Ja, dat is toch een beetje het uitgangspunt. Ik lag wakker heel de nacht. Jongens, ik ben helemaal overdonderd. Wat hij is gave voorstelling. Ik ben er helemaal kapot van, maar... Ja, wij moeten ook nog wel even bijkomen, geloof ik. Ja. Even zweetsnoor nog even wegdeppen. Ja, is het bijkomen? Nou ja, ik lig er... spoiler, ik lig... En daar lig ik maar een tijdje. Spoiler. Maar het is een fysieke voorstelling. Waar gaat de voorstelling over? Het is een koe, een boer en een dief. En die koe en die boer die hebben een gelukkig huwelijk. Die zijn getrouwd met z'n tweeën en die zijn daar eigenlijk best wel tevreden mee. Ze hebben allebei hun eigen idee van de realiteit waar ze zich in bevinden. Precies. En dat is een redelijk stabiele status quo. En dan komt de dief binnen en dan bleek de bricapleuris uit... Die legt alle pijnlijke onderlinge verhoudingen legt ze eigenlijk bloot. Het lijkt mij zo lekker om zo slecht te mogen spelen. Nou, dat is ook wel toen ik werd benaderd voor deze voorstelling en de audities kwamen. En we hadden het over de rollen. Toen zei ik al, ja, ik heb wel mijn grote voorkeur om de dief te spelen. Omdat als sopraan speel je toch meestal het meisje of de prinses. Ja. Dus stiekem wel voor gekozen. En hoe voelt dat dan? Ja, dat is lekker. Ik heb zojuist bij je niet gebroken. Waarom zou je mij geloven? Het was de eerste opera van Warre. Het was ook de eerste opera van Brechtje. En ik heb het gevoel... Een goede regisseur die geeft je altijd het gevoel. Ik heb het gevoel dat we het echt samen hebben ontwikkeld. Dat we samen met ideeën zijn gekomen. Ja, hij liet ons ook... We hebben een hoop gepraat ook. Wat wil je nou? Wie ben je? Wie is het personage? Maar we hebben ook... een hoop liet hij ons gewoon maar spelen. En zoek het maar. Ga op je intuïtie af. En daar kwamen soms hele goede dingen uit. En soms ook een paar slechte dingen. Als ik naar mezelf kijk. Meestal wat wij doen is een opera zingen die al tientallen, honderden jaren bestaat. En dat vond ik wel heel erg bijzonder. Om een script te krijgen, noten te krijgen, tekst. En dan maar iets mee gaan doen. En je hebt geen idee wat eruit komt. En dat was echt een avontuur. En dat is het meest speciale aan deze voorstelling. Heb je enig idee wat het publiek hiervan zal vinden? Ik denk dat ze een beetje overdonderd zijn. Omdat het gewoon heel veel is. Veel geluid, maar ook er gebeurt veel. Het is een opera van een uur. Eigenlijk best wel een grote ontwikkeling, een groot verhaal. Maar ik denk wel dat ze het idee hebben dat ze iets hebben gezien wat echt nog nooit gedaan is. Mijn moeder die belt me dan op en die zegt, nou, ik vond het wel spannend. Ik had het idee dat ik iets mee had gemaakt. Dus ik hoop dat iedereen zoals mijn moeder is.